Hi allemaal, het is weer vrijdag, 5 uur. En het is weer tijd voor een nieuwe vlog met een Olympische sporter of een Olympische coach. En dit keer ga ik naar de sportploeg van het jaar 2015. Enig idee wie dat is? Dat zijn Wijnder Nummerdoor en Christian Varenhorst, de beachvolleyballers. En daar zijn de mannen aan het trainen. Goedemiddag, sorry dat ik stoor. Hey, exact hè? Zand. Dus de coaches die hebben een machine, onder andere, waarmee ze de sprongservice kunnen laten zien. Die gaat echt snoeihard, dat ding. Zij moeten hem opvangen en afmaken. Dat doen ze op verschillende manieren. Of met een machine dus, zoals nu. Of gewoon met de hand, maar dan gewoon wel vanaf een verhoging. Waardoor die bal nog beter aankomt. En dus altijd aankomt. Kijk. Wist ik. Wist ik gewoon. Wist ik. Kijk even hoe snel die machine die bal spuugt. Je ziet hem niet eens. Kan ik ook inlopen en daarna weer naar beneden. Je kunt ermee beginnen, de eerste bal. En als het is wel mooi om ze te zien. Want je praat wel over de tweede ploeg van de wereld. Zonder de beachvolleybalfinale, WK-finale van 2015. Sportploeg van het jaar 2015. Op weg naar Rio. En dit zijn de omstandigheden. Het is bloedheet in de zaal. Dat zand is ja, een beetje klam. En een hoog niveau overleg over twee slag of drie slag. Wat is hun kracht? Hun kracht is dat ze elkaar heel goed aanvullen. Dus Chris is een hele goede blokkeerder, Reiner een goede verdediger. Dus dat, daarin vullen ze elkaar aan. Maar ze zijn totaal anders qua persoonlijkheid. Introvert, Reiner is extravert. Ze communiceren heel anders, dus het is een enorme aanvulling. Ze begrijpen elkaar eigenlijk ook heel vaak niet. Maar dat is jouw taak? Maar de aanvulling is hun sterk. Wat moet ik ze zeker vragen? Wat ze in elkaar waarderen. Dat zijn behoorlijke zaken, ze zien alleen maar de negatieve kant van elkaar. Wat ze in elkaar waarderen? Goeie vraag. Daar begin ik dat had je natuurlijk ook op het lijstje staan. Maar ja, dat stond allemaal mooi. Tuurlijk. Hier staat op mijn lijstje, wacht even, waar is mijn lijstje? Was dit een zware training? Mentaal zwaar. Omdat we dus iets aan het trainen zijn wat nieuw is voor ons. Dus dan moet je af en toe over discussiëren. En het is elke keer een beetje mierenneuken. Een centimeter verder, een centimeter terug. De twee bal. Ja, precies. De twee slag. De twee slag. Ik zeg het verkeerd. Daar heb ik net even met je coach gesproken. Toen zei ik van, heb je een vraag voor ze? Wel een goede vraag heeft hij bedacht. Hoor. Ik zeg je eerlijk, het is echt een goede vraag. Een kleine tip, Hubert. Nee. Verklap hem maar. Hij vroeg... Vraag aan ze wat ze in elkaar waarderen. Dat is een goede vraag inderdaad. Ik neem even een slok. Wat is de vraag? Nee, mag jij hoort de vraag straks. Ga je even weg? Wat ik, ja, ga maar even weg. Doe je oren dicht. Doe je oren maar even dicht. Rijn, auto. Oké, Rijn is natuurlijk al loopt al zo lang mee. Meer dan 20 jaar, hè? Ja, precies. Dus, en dan heb je al heel veel getraind en je doet dingen volgens wat je getraind hebt. Dus dat is er ingeslepen. Alleen de sport ontwikkelt zich wel. En ik denk wel dat Reiner een van de beste spelers daarin is. Die staat open en hij ontwikkelt eigenlijk met de sport mee. En als je zo lang mee wil lopen, is dat wel heel belangrijk, denk ik. Wat waardeer je van zijn karakter? Niet zozeer van zijn spel? Ik leer heel veel van hoe Reiner is. Dus het extra ver gedeelte aan wat Reiner doet, dat is voor mij allemaal, dat is heel anders. En daar leer ik wel uit hoe hij met bepaalde situaties omgaat. Daar leer ik weer van. Maar andersom ook weer. Dus heb ik de vraag ook of hij een beantwoord of niet. Ja, dat directe van hem. Dat is totaal anders dan ik ben. We zijn wat dat betreft echt tegenpolen. Ja, en de communicatie is heel kort en duidelijk. Dus dat is iets waar ik in ieder geval nog steeds veel van ga leren. En daarbij volledige toewijding vind ik heel mooi bij hem. Dus hij heeft echt alles voor over en dat is heel mooi om te zien. Als ik dit doe, hè, wat denk je dan als je dit ziet? Dan denk ik, die ga ik nog één keer meemaken.
in ieder geval. Ja. Londen wegpoetsen. Ja, en al die anderen. Ja, daar gaan we alles aan doen. En we hebben er alles aan gedaan en we blijven er alles aan doen totdat het zover is. En dan zullen we zien wat het eindresultaat wordt. De uitgangspositie is top. Ja, echt. We hebben echt alles, het is professioneler dan ooit. We hebben er alles aan gedaan, vind ik echt. En nu is het zien of het allemaal mooi samenvalt natuurlijk. Goed, je bent ook veel langer, man. Moet je kijken, ja. Ik moet echt omhoog. Ik moet echt omhoog met dat ding. Wat denk je bij die ringen? Nou, ik denk dat dat het hoogtepunt moet zijn van onze samenwerking. Nou, ik niet moet, maar wil. Ik wil dat het ons hoogtepunt is. Maar daar geloof ik volledig in. Ja. Ik denk echt dat we dat kunnen. Ja. Ik gun het jullie echt uit mijn tenen. Allebei. Dank je. Trouwens. Oh, je ogen. Je bent hoger. Waar ben je? Oh, daar. Hop. Ja, ik kon je even niet vinden. Weet je wat ik wel zou willen proberen? Maar ik weet niet of het mag. Nou. Ik zou wel die snelle service willen proberen op te vangen. Kan dat? Het ding gaat loeihard. Ik heb jullie net dat ding zien proberen. Jullie vangen hem echt. Jullie vinden het zelfs moeilijk. Laat staan ik. Ja, je kunt de snelheid kunnen we zelf bepalen. Dus we zullen even misschien rustig beginnen met je. En dan. Oké, wanneer zijn jullie tevreden? Hoeveel ballen moet ik hebben? Laten we 10 ballen doen. Hoeveel van die 10 ballen? Als je een rode arm hebt, dan zijn we tevreden. Erben Wennemars heeft het ook geprobeerd. Die had naar 10 ballen al knalrode arm. Knalrode? Oké. Okay. Ja. Ik moet rode arm hebben. Duidelijk. Warming up van Humberto. Ik hoef het net, man. Jezus, hoe doen jullie dat? Ziet er goed uit, hè, Humberto. Ik zie een nagel boven het net komen. Zo. Ja, oké, dat was om erin te komen. Sorry, uit. Holy shit. Dat gaat hard. Kan zijn dat de cameraatje straks in tweeën ligt. Ja. Niet wegduiken. Oh. Moet je kijken hoe rood. Dat gaat hard. Dit doet pijn. Hoe doen jullie dat? Dat doet toch ook pijn bij jullie? Als wij 4 weken niks hebben gedaan, vakantie, dan hebben wij nog steeds hetzelfde effect. Dus dan maar nu niet meer? Nee, nu niet meer. Nee. Ja, ik weet niet, er zal wel iets van een verwenning of eeltlaagje of ik weet niet, maar nou hebben we het niet meer. Maar ik heb toch een paar ballen teruggeslagen. Hij was zo tevreden. Hij was zeker tevreden. Hij ging huilen van het veld af. Ha! Erben, jij ging huilen van het veld af, hoor ik. Jammer. Heel jammer. Maar het doet wel pijn. Zie je die rode armen? Lijkt me een mooi teken om te stoppen. Volgende week vrijdag, 5:00, weer een nieuwe vlog met een coach of een van de sporters op weg naar Rio. Ik ga mijn rode armen een beetje... Hoe doe je dat? Oplossen? Met ijs of zo? Of gewoon niks? Gewoon een serietje kijken op de bank. Voor je laten koken. Dat werkt eigenlijk heel goed. Voor je laten koken. Ciao.